Hoi, goedendag. Bas hier van de Carp Specialist. En leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe editie van de Carpiecast. Samen met Audrey ben ik in de Uiterwaarden. En het is 21 september en ik heb gewoon mijn jas aan. Het is een hele omslag zo. En er is ook flink wat regen gevallen, gelukkig de afgelopen dagen. Ook op onze Franse bestemmingen valt hier en daar een goede bui. En dat belooft in ieder geval veel goeds. Dat zien we ook meteen terug in de vangsten. Dus we trappen snel af op Livardière. Livardière is namelijk het grote meer. Het Livardière Big Lake is het meest bekend bij onze vissers. Maar naast Livardière Big Lake liggen eigenlijk nog twee meertjes. Dat is Prince Lake en Mochet Noir. Mochet Noir bieden wij niet aan. Dat is eigenlijk het water waar mensen vanaf Livardière af en toe een paar uurtjes gaan vissen op de steur. En af en toe ook eens een keer een klein karpertje vangen. Maar Prince Lake staat al een tijdje op onze website en we hebben daar een aantal vaste gasten die er trouw naartoe gaan. En voor de rest wordt het water voornamelijk door Franse vissers geboekt. En dat is eigenlijk hartstikke zonde, want qua vangsten doet Prince Lake nauwelijks onder aan het grote Livardière. In de afgelopen weken kregen we van Thomas wat vangsten door. Er zijn in de afgelopen twee weken 144 karpers gevangen. En van die 144 karpers waren 9 karpers boven de 20 kilo. Dus zeer zeker de moeite waard. Onbekend maakt onbemind. Maar mocht je het leuk vinden om te kijken, is Prince Lake zeker een aanrader waard. 3 stekken maar. Het is een wat langgerekt water, dus je moet nooit iemand tegenover je zitten. Veel rust, ruimte en privacy. En hij is aantrekkelijk geprijsd voor €250 per visser per week. Dan gaan we naar een heel ander water, wat juist mega bekend is. Dat is Villedom. We hebben veel contact met de beheerder Stefan. Die doet het hartstikke leuk ter plaatse. En ook hij zegt, het najaar is van start. En de vissen gaan echt goed. Ze zijn weer mooi terug op gewicht en de grotere slag vis komt eruit. Stek 10 bijvoorbeeld, een 21,5 kilo. Stek 5, Jeffrey, een dikke 50er. En je ziet dat die vis nu ook, zeker door die draaiende wind en dat iets mildere temperaturen, dat die vis ook zich steeds beter gaat verspreiden over het meer. Dus het gros van de vissers vangt mooi. Fens vind ik bijvoorbeeld goede vis. Stek 10 ook mooie vis, meer dan 15 karpers. En ook achterin, dus richting de stekken 10, 11, 12, die zijde, werd ook nog steeds goed gevangen. Deze week, zit op dag 3 zeg maar, gaat het ook heel erg goed. Sommige stekken hebben al meer dan 7 vissen. Er zijn ook al 2 vijftigers gevangen deze week. Dus het gaat hartstikke goed. En dat ziet u op de foto's ook wel terug. De vis is echt in topconditie op Villedom. Dus we zijn heel erg benieuwd wat er in de komende weken gaat gebeuren op het water. Er is nog wat plek vrij. Zeker oktober, november zijn eigenlijk fantastische maanden op Villedom. Dus zeker een aanrader ook. Van Villedom gaan we over naar Windmill Lake. Op Windmill Lake hebben we veel gasten gehad bij Anton en Diaan. Super sympathieke mensen natuurlijk en ze koken nog steeds de sterren van de hemel. Windmill Lake is echt zo'n plek waar je echt thuis komt en heerlijk in de watten gelegd wordt. Ricardo Eerland was er samen met zijn gezin. Volgens mij zijn vriendin en kleine. Ze visten samen vanaf stek 2 en hij schrijft ons dat hij weer terug is van een geweldige vakantie vanaf stek 2. 20 vissen precies, met het grootste 22 kilo. Fantastisch water, topfaciliteiten en onwijs vriendelijke eigenaren. Nou, daar kunnen wij ons vanuit de karpspecialist alleen maar bij aansluiten. We hebben ook wat mooie beelden binnengekregen via Diaan van Tony Heisters en de Engelsman Chris King. Die mooie reviews achterlieten ook op onze website en mooie foto's. Dus kortom, het is gezellig op Windmill Lake. Er wordt goed gevangen, het gemiddeld gewicht ligt hoog en iedereen heeft er zin in. Het is ook een populair water. Ik zag nog 2 plekjes vrij in oktober. De week van 15 oktober uit mijn hoofd. Maar voor de rest loopt hij al aardig vol. En ook voor 2023. Mocht u nou op zoek zijn naar zo'n lekker luxe vakantie vanuit een accommodatie. Nederlandse beheer. En ouderwetse dikke Franse karpers. Kijk dan zeker eens in de agenda van Windmill Lake. En Anton en Diaan die ontvangen jullie heel graag. Een water van een compleet ander kaliber is Lac de Cordelier. Ja, Windmill Lake is een beetje 2,5 hectare. Cordelier is gewoon 100 hectare in de Franse Alpen, midden tussen de bergen. Licht sneeuw op de toppen, maar het is eigenlijk nog hartstikke comfortabel gewoon aan het meer zelf. We hebben daar onze sympathieke Belgische gasten gehad, Tom Mostri en Yves Vakier. Jongens die veel bij ons aan de waterkant te vinden zijn, echt die visserij op betaalwater perfect onder de knie hebben. Ze deden hartstikke goed. 7 karpers en van 11 tot 21 kilo. Echt een topvakantie beleefd. En als je die foto's ook ziet, ik ben er zelf vorig jaar geweest voor een visvakantie. Ja, ik krijg zo'n zin om terug te gaan. Die Franse Alpen is echt iets magisch.
En Cordelier heeft het voordeel natuurlijk dat het een privébestemming is. Dus dat je veilig zit en je kunt nog gebruik maken van een douche en toilet als je wilt. Op Domaine des Iles, dichter bij huis, in Noord-Frankrijk, hebben we Sebastian Kooi op bezoek gehad. Sebastian viste samen met zijn vrouw vanuit de Main Lodge. Sebastian is wel vaker op Domaine des Iles geweest en die kent het vissen daar echt heel erg goed. Hij ving in een weekje 28 karpers. Een nieuw persoonlijk record voor hem. Fantastische schubkarper van 26,2 kilo. En daarnaast nog eens 5 andere vissen boven de 20 kilo. 15 vissen van 15 kilo plus. En maar 7 vissen onder de 15 kilo. En hij ving ook nog 2 meervallen van 15,5 en 22 kilo. Dus echt een brute vangst voor hem. Enorm onder de indruk. Dus grote klasse. Sebastian, gefeliciteerd met je nieuwe PB. Maar vooral, ja, dit resultaat is echt uniek en heel goed gevist. Ook goed gevist door Laurent en zijn visvrienden. Ze noemen zichzelf de Beenhouwerkus. Dus ik ga ervan uit, als mijn Belgisch goed is, dat ze iets met de slagerij doen. De jongens zijn op Busters Lake geweest. 23 vissen gevangen, waarvan 5 boven de 20 kilo. En 4 tussen de 18 en de 20 kilo. En de rest tussen de 14 en 18. Dus een enorm gemiddeld gewicht, 17 kilo. Ja, gewoon schitterend gedaan. Nog een keer voor de zekerheid. Op 23 vissen, 5 boven de 20 kilo. Dus echt een uniek resultaat. En dit is dus begin september, dus de vis zit nog niet eens op topgewicht. Albert zijn Busters Lake kan het niet vaak genoeg zeggen. Relatief kleine watertjes met een hoog gemiddeld gewicht. En een visserij die echt de moeite waard is. Gerard, de beheerder, dat is zo'n fantastische kerel. De faciliteiten zijn tiptop in orde. Echt een water waar je heerlijk naar je zin kan hebben. We hebben Twan bijvoorbeeld op dit moment samen met zijn vismaat op Albert's Lake zitten. Die gaat zeker volgende week in de Carpicast terugkomen, want die doet het heel erg goed. En ook onze vaste gasten Roel en Melissa zijn er. En die hebben het nu nog wat taai. Maar Roel en Melissa kennende gaat daar ook nog wel echt iets moois uitkomen voor ze. Dan sluiten we deze Carpicast af in België op het mooie Carp Insula domein. Daar hadden we Martijn Marché op bezoek, ook een vaste gast van ons. Die zien we veel en hij was de gast op Frenzy Pool. Hij heeft het super gezellig gehad bij Jelle. Het was niet makkelijk, maar in een weekendje wist hij toch 5 mooie karpers te vangen op het nieuwe Frenzy Pool. En heeft het dus super naar zijn zin gehad. Jelle is al bezig met het water met relatief veel kooi erin. Martijn heeft er even een rondje rondom gelopen en die staat bij hem ook op de bucketlist. En eerlijk gezegd, bij mij ook. Dit was de Carpicast weer van deze week. Hoop u volgende week te zien. Net zoals altijd geldt, een duimpje omhoog wordt gewaardeerd. En mocht u vragen hebben, drop ze gewoon in de comments en we beantwoorden ze graag. Bedankt voor het kijken. Groetjes. Hoi hoi.